Yes. Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe video van mij, Wesley. En ja, we zijn weer terug met FIFA. We gaan. Ik heb een paar nieuwe spelers gedaan. Ik heb de SBC van Rodrigo gedaan. En de SBC van Roberto Carlos. Ja, en we gaan eigenlijk eens even met die twee spelers spelen. Deze video gaan we met name Rodrigo doen. En eerst een andere video, moet ik even kijken. Roberto Carlos, terwijl we hier Terrier krijgen van Rooney is. Die kan wel weg. Dus ja, we gaan eens even spelen. Dit is tot nu toe ons team. Dat is een beetje een conceptachtig. Maar hier gaat een upgrade komen, want daar gaat die Roberto Carlos. Deze kant was nu weg. Linkspeler zeg ik uiteindelijk toch nog, maar goed. Roberto Carlos, die gaat hier komen te spelen. En ja, zoals je ziet, we hebben hier Rodrigo al staan. Ja, dit is ons team op dit moment. Zo'n beetje aan het einde van FIFA. Best wel een goed team, vind ik zelf. Jullie kan er zelfs plus 1. Dat is mooi. Eigenlijk moet Mbappé ook op chemistry komen. Maar die heeft vriendjes uit de league onnodig. Wat we op dit moment niet hebben. Goretzka, Socrates. Ik denk Socrates gewoon doen. Dit is het team dus. En ja, we gaan eens even een potje lopen zoeken met dit team. We gaan in ieder geval Weekend League kwalificatie doen. Dan gaan we eens even kijken wat Rodrigo kan in deze video. En misschien zien we dan ook nog wel redelijk veel van Roberto Carlos. Moet even zien, natuurlijk. Ja, we gaan eens zien. Zo, en onze eerste tegenstander heeft wat voor een team? Die heeft dit team, ook een best wel lijp team, Pele en R9, full icon team. Terwijl wij ook eerst wouden, wat niet geworden is. Gelijk heel veel kansen voor onze tegenstander. We moeten nu echt wakker blijven hier. Om in ieder geval een vroege achterstand te voorkomen. Ja, dit was te verwachten. Staan we al best wel snel achter door zijn Roberto Carlos. En is dit Rodrigo? Hou je een corner eraan over? Ah, ja. Militao zet lichaam tussen en daarbij de overtreding. Maar wij stoppen zijn penalty. Dan krijg je hier een hele grote kans op 2-0 en die maakt hij. En hier toch een goede ingreep van Roberto Carlos. Achterin. En dan zit hier 3-0. Ja, gaan we dit potje gewoon echt wel verliezen van hem. Ik wel echt terecht. Daar is hij! Rodrigo! Oh nee! De paal! Oh, sokken bij goal. Hij is echt wel waard. Hey, de vader, als jullie de vader erover hebben, stop mij in zijn SBC.
Daar is hij. Ook niet. Oh, hij krijgt nu kans op kans. Daar is hij. Oh, bijna. Oh, steekbal tussendoor. En hier korte hoek, compleet voor als je een kans kunt creëren met Rodrigo. Ho, flitsende beweging hier. Nu dan, oh, wat een kansen. Dat deze ook nogal goed schijnt te zijn. Je ziet in ieder geval wel, het kaart ziet er echt wel goed uit. Misschien dus hebben we die ook gewoon gaan doen. 85 team, dat valt op zich ook nog wel mee. Team of Season moeten in, nou, die heb ik echt, daar heb ik echt heel veel van. Dan gaan we gewoon nog een potje doen. Gaan we even Rodrigo, die willen we even echt goed uitproberen. Ik heb er nog namelijk één. Ja, hier zie je. Die hebben wij namelijk ook nog voor links voor. Krijg je MLP dan wel gelijk op chemistry? Dat ik dat ook gewoon doe zo. Kruif maar gewoon doen met invalbeurtjes. Kijken wie is nu niet blij. Musiala is nog niet blij. De Fransen niet blij. Laat het zo staan. Dan gaan we met dit team spelen. Dan gaan we gewoon eens even een beetje op die Kolo Muani letten. Maar ook op Rodrigo. Wat is het team van tegenstander? Dit is het team van onze tegenstander. Die heeft ook, nou ja, een niet al te slecht team. Pak je de bal en de bedoeling is natuurlijk Kolo Muani en Rodrigo dat die een beetje de show gaan stelen. Zijn team of season was in ieder geval echt wel goed. Maar dit ziet er al best wel goed uit namelijk. En daar is Kylian Mbappé. En dat heeft Kolo Muani zijn eerste assist. En dit is heel mooi gezien. Oh, en we verprutsen de kans echt gigantisch hier. Oh. En nu een steekbal. Kolo Muani, oh. Mbappé, die laat ze ook helemaal vrij staan nu. Er is wel iemand die weet wat hij doet. En dan staat hier toch 1-1. Goede tegenstander. Wij maken ook niet al onze kansen die we echt opgelegd krijgen af. En daar, Kolo Muani. Met de 2-1.
snoeihard via binnenkant paal. En dan is daar 2-2. Het gaat echt, het is echt een wedstrijd die af en nog niet wakker. Ja, dit is penalty. En die gaat ons nieuwe aanwinst, die nog niet gescoord heeft, nemen. Staat al achter de bal zelfs. Schiel. En hij scoort. Ook Rodrigo heeft zijn eerste goal te pakken nu. Zo gaan we weer aan de leiding met 3-2. Oh, dit is wel een hele goede actie van hem. Dat is gewoon, ja, dat is een goede goal. Goede goal. 3 en dan moeten wij nu weer volop. Rodrigo! Met de 4-3. Oh, hier. Oh, Mbappé. Ja, en dan staan we 5-4 achter. Oh, jongens. Varen we ook zelf om dit te verliezen. Oh! Rodrigo, echt een fantastisch doelpunt, jongen. Zo dan. Mogen we niet eens terugzien. Jeetje, levert de bal zo in. Jammer. Helaas verliezen deze met 6-5. Ook maar net. Echt een fantastisch doel van Rodrigo. Terecht dat hij de wedstrijdbal krijgt. Wat een pot weer, jongens. Oh, zonde. Wel jammer dan verloren hebben. Baal ik me zo van. Die hadden we eigenlijk niet gehoeven. Als wij gewoon iets beter onze kansen met onze kansen omgingen. Kijken. Dat is gewoon best wel een prima team. Hopen dat we nu eens een keer fatsoenlijk kunnen winnen. Hopen dat we video's winnend afsluiten. Dat zal het mooiste zijn. Rodrigo die heeft er in ieder geval zin in. Een assist. Musiala, ja. De assist van Rodrigo. En Musiala die rond hier. Prima. Laat die Mbappé vrij lopen. En dan is het 2-0. Goed gezien van Kolo Muani. Trouwens, echt een goede steekpaas ook. Dat is wat mooie aan die futtieskaart lijkt het nu. Ze laten Mbappé zo vaak vrij staan. Het is al deze video in meerdere potjes gebeurd dat Mbappé gewoon dan helemaal vrij staat. En dat is iets wat je niet moet doen. Zo zie je weer Mbappé. Aangeven van Rodrigo. Probeert. Mbappé voor de hat-trick. Ja, zo makkelijk is het. En dan gaat deze tegenstander lieven nu. Of ja. En dan was dit de video van Rodrigo voor vandaag. We hebben 3 potten verloren. De laatste winnen we dan wel. Dat was ook de bedoeling dat we nog winst gingen afsluiten. Dat is gelukt, daar ben ik blij mee. Rodrigo, fijne kaart. Echt fijne kaart. Hij beweegt snel.
Hij is snel, hij scoort makkelijk, hij heeft toch wel echt wel skill moves. Echt goede skill moves. Het is echt een, het is zeker de SBC waard geweest. Als je heel veel fodder hebt, en ik denk dat hele boel dat hebben, kun je deze kaart best wel doen. Het is echt wel een fijne kaart om te doen. Kolumuani moet ik nog iets meer mee spelen. Kan nog niet echt een beoordeling over geven. En Roberto Carlos is ook wel een goede linksachter deze kaart. Is ook gewoon een dure SBC. Maar het is wel een goede linksachter. Hij is fysiek, hij verdedigt goed. Hij is ook wel snel, dus hij kan ook meer naar voren. Is echt wel een fijne iconkaart dit. Dus ja, dat was. Dan gaan we eens even nog heel even kijken. Want ik zie dat ik heel veel doelstellingen heb gehaald. Misschien dat we nog een packje hebben. We hebben trouwens sowieso nog een packs. We hebben sowieso nog packs. Dus we gaan sowieso nog even packjes openen. Om deze video af te sluiten. Maar goed, dan hebben we 5 packs die we gaan openen nu. Misschien packen we wel Messi. Zal heel mooi zijn. Of andere futties kaart. We zullen zien. Komen nog bij de rating packs natuurlijk. Dit zijn net de mindere packs. Twee keer Intel Plus. Zit niks in. Nou ja, de trap, dat is een ratingskaart. Niet slecht. Gaan we wel discarden, helaas. En dan nog 284 plus. Is ook niks. Helaas, niet een interessante kaart op de pack. Maar goed, wel ja, op zich een leuk video. Ja, Rodrigo ben ik zeer tevreden over. Echt een goede kaart. Colomuani moet nog iets beter iets meer mee spelen en iets beter bekijken of ik het een goede kaart vind. En Roberto Carlos is ook gewoon echt een hele goede kaart. Hij heeft ook 5 star, 5 star. Dus ja, al het al prima kaarten. Like deze video. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ja, en dan zie ik je weer in een volgende video. Ik zeg later.